De gamingindustrie nu is 3,5 keer groter dan de filmindustrie en 5,5 keer groter dan de muziekindustrie. En de voorspelling is dat dat alleen maar exponentieel verder zal groeien. Dus de gamingindustrie zal harder groeien dan de andere twee industrieën en is nu al de snelst groeiende entertainment sector. En e-sports is daar een onderdeel van wat meegroeit. Ja, de competitieve gamingmarkt. Ik denk dat het tweeledig is. Eén deel daarvan is dat sommige games heel erg lijken op wat ik vroeger als kind heb gedaan. En dat is bijvoorbeeld Knex of niet zozeer met poppen gespeeld, maar dat je wel pakjes bij poppen bijvoorbeeld aan zou kunnen doen. Een game als Fortnite, als voorbeeld te noemen, is een game waarbij je je karakter kan visualiseren met verschillende pakken. Je kan hem helemaal eigen maken als het ware, net zoals we vroeger met Lego poppetjes deden. En daarnaast bouw je ook nog eens in die game, je kan torens bouwen. Maar in Minecraft bouw je ook. Dus in principe, kinderen en wat die leuk vinden, kunnen wat hun leuk vinden, vinden in de games. En in de games is er geen limiet in creativiteit. Waar die in de realiteit, als je met blokjes moet werken, is jouw limiet de hoeveelheid blokjes, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dat een grote impact is wat betreft jeugd, die uiteindelijk in de gamingindustrie gaat komen. En daarnaast zijn er voornamelijk in de tienerjaren is de sociale druk van belang, want meer mensen spelen games, of in ieder geval iemand speelt games. En de mens vanuit origine wil graag gamen, die wil graag spelen, die is competitief. En in games komt dat allemaal samen. En natuurlijk veel sociaal, je kan met de hele wereld praten. Dus ik denk dat dat een aantal goede voorbeelden zijn. Voor IT-bedrijven in e-sports en gaming denk ik dat heel veel talent rondloopt. Heel veel gamers die ook handig zijn met de computer al op relatief jonge leeftijd. En het is niet dat hun allemaal IT'er willen worden, maar ze krijgen wel de handigheidjes en de snufjes mee door het spelen van games. En als er een probleem is met die game, dat ze gaan zoeken naar een oplossing op YouTube en hun PC gaan configureren als het ware. Dus ik denk dat dat heel handig is, dus het scouten van mensen. En daarnaast in de IT of in de e-sportsmarkt zijn er heel veel verschillende domeinen waar je als bedrijf een activatie kan runnen, een campagne of een sponsorship. Ik denk wel dat gaming en e-sports bijdraagt aan een ideale wereld. Kinderen leren heel veel competenties door het spelen van games, zoals hand-oogcoördinatie, planning, teamwork, leiderschap, inzichten, probleemoplossend vermogen, om er maar even een paar te noemen, die uiteindelijk in een toekomstige baan heel erg belangrijk zijn. Als je met een team werkt en problemen tegenkomt. Dus ik denk zeker dat gaming en e-sports bij kan dragen aan een utopia. Zeker.